Oké, what the fuck was dat? What the fuck gebeurde daar dan? Opeens zie ik een helikopter naar beneden vallen. Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe video van Let's Play Game Kanaal. Vandaag spelen we weer eens een keer GTA 5, nooit eerder vertoond op mijn kanaal, maar dan wel met de mod LSPDFR. Dus zeg maar het vervolg van LCPDFR dat op GTA 4 was. De mod is helemaal vernieuwd met allemaal nieuwe features, allemaal nieuwe dingen wat je kan doen, nieuwe dingen wat je kan uittesten. En zeg maar, het is heel erg verbeterd. Dit crasht wel af en toe. Maar het is makkelijker dan zeg maar op GTA 4, want dan crasht zeg maar je GTA. En hier crasht zeg maar alleen de plugin. Dus dat betekent dat je hem alleen hoeft te reloaden en dan kan je al gewoon weer verder met de mod. Dat is wel een voordeel. Ik ben een klein beetje verkouden. Dus ik hoop dat het niet echt een probleem is. Dus af en toe, als ik moet niezen, dan ja. Oké. Wat we als eerst gaan doen, we gaan het politiebureau binnen, dat doe je gewoon met E. Sommige kan je gewoon ook echt naar binnen toe en dan moet je gewoon naar de lockers toe en opkleden. Dus we zijn nu naar binnen gegaan. Nou, even wachten tot het... Ja. Oké, nu kunnen we een character kiezen. Nou, zeg maar een agent. Nou, je kan kiezen uit LSPD, LSSD, SAPR, de SHP, de SASPA. Of de ASU, of de NUS, of de FBI, of de IAA, maar ja, of de DOA, of de NISP, maar ja, wij gaan voor de LSPD. En dan doen we deze mount, even kijken, maat zo goed, top, prima, gear, wel pistool, insignia, moi kan wel doen, props, ja, doe maar, select. Nou, we hebben een poppetje en dan kunnen we kiezen uit vehicles. Ik heb nog best wel standaard vehicles. Maar ik ben wel van plan om in de toekomst gewoon mods erin te doen. Kijk hoor. Dit zijn nog gewoon de standaard vehicles uit GTA 5. Ik ga voor de... Laten we eens kijken. Het is ook best wel grappig dat je hier ook gewoon vehicles hebt uit North Yankton. Dat hebben ze wel leuk bedacht. Kijk eens, hebben we sheriff car. Laten wij gewoon voor deze gaan. Oké, dan als het goed is loopt hij nu even vast. Zoals jullie zien, ik heb ook de ALPR system mod. Dus dan betekent dat je gewoon een beetje... Als ik op T druk... Dat het kentekenplaten gaat scannen en dan ja gewoon kijken of er wat met hem aan de hand is. Of die een crime heeft of de auto gestolen is of ja zulke dingen. Dat zetten we nog even uit. En ik heb nog een beetje een script erin gezet dat ik nog wat meer opdrachten krijg. Want de enige in het begin als je zeg maar de mod alleen installeert. LSPDFR dan krijg je bijna alleen maar calls over een iemand die op de vlucht is geslagen. Gewoon de hele tijd pursuit scripts weet je. En... Na een tijdje gaat het best wel vervelen en dan, ja, dan wil je gewoon ook wat anders doen dan alleen maar in de pursuit zitten. Dus daarom die script. Hopelijk krijgen we nog een call. Oké, we kunnen even het AFPR system aandoen. Dan kunnen we even first person. En zo te zien is er niks met die auto's aan de hand. Maar dat ALPR systeem, dat werkt gewoon zo. Oh. Assistance needed. An ambulance call. Requesting escort in Little Seoul. A medical escort required. Op een of andere manier kan ik hem niet accepteren. Apart. Dat heb ik altijd met die missie gehad, bij die medical escort, dan kan ik hem op een of andere manier kan ik hem niet accepteren. Waar ik eigenlijk helemaal geen idee van heb hoezo dat zo is, maar ik moet er nog even een keertje naar kijken. Ice with
Silver Comet. Zo, yo. Is er wat met dit ding hier voor me? Of zijn het allemaal geparkeerde auto's? Zo, dit ding tript hem even. Wachten we maar even mee. Er staan niet te veel auto's. Citizens report a motor vehicle accident on Del Perro Freeway. Oh, oké. Okay. We hebben een ongeluk op de Del Perro Freeway. Wij moeten even te plaatsen. Kijk waar het is. Even kijken hoe ik daar het beste kom. Oké. Okay. Oké, dan gaan we even te plaatsen. Dit is ook een extra missie. Script. Dat je gewoon af en toe gewoon ja, ongelukken krijgt en andere dingen. Omdat het gewoon leuker maakt. Dus we gaan even te plaatsen. Dan moeten we hier de Del Perro Freeway op. En het is nog best wel gevaarlijk daar, dus hopelijk staat er niet midden op de weg. Dus wel. Handig. Even kijken hoor. Ja. Even kijken hoor. Radio. Nou, daar moet je uitstappen natuurlijk. Radio. Close nearby roads. Als het goed is, helpt dat. Oké. Okay. Kijk hoor. Wat is er met deze persoon? Die zit hier binnen. Kijk, ze hebben allebei wel schade. Oké, okay, we gaan ze wel even aanhouden. This is LSPD. Don't move. Interact with the person. Ask for ID. Kiflam. Oké, okay, Alexandra Korzovo. Oké. Okay. Dan wil ik even gaan kijken in mijn records check. Alexandra Kosovo. Hopelijk vind ik wat. Even kijken. Female born 1949. License is valid. No active violence. Oké. Okay. Gaan we even kijken naar de auto zelf. Of daar wat mee aan de hand is. 21 X-ray India 0512. Oh. Hier iets niet goed gaan. 21 X-ray India 0512. Oké, okay, let's. Oké. Okay. Niks over gevonden dus. Het is af en toe een bug, dan vindt hij of zo niks over dat auto. Oké. Okay. Oh. Even kijken, wat gaan we met deze karakter laten even staan. Nu ga ik even kijken wat er met de andere is. Want zo te zien staat de auto zo. En die auto staat gewoon recht, dus ik weet niet wat precies wat die aan de hand is geweest. Want deze auto staat ook echt precies schuin en deze staat gewoon recht. Dus het kan zijn dat het aan deze auto ligt. Ik weet niet precies zeker. Oké, okay, even interact with the person, ask for ID. Kiflam. Waarom doet hij dat steeds? Oké. Okay. Sydney Johnson, let me see. Sydney Johnson. Kijken of we daar wat van kunnen vinden. Recorded Sydney Johnson, female born in 21978. License valid, no active warrants. Oké. Okay. Gaan we even kijken of daar met haar auto wat aan de hand is. Oké. Okay. Is registered by Alex Plasma. Hmm.
Oké. Dus de auto is niet van haar. Want zij heet Sydney Johnson. Dus kan of haar van haar vriend. Of ze heeft de auto gestolen. Maar de auto staat niet opgegeven als gestolen. Dus. Wat ik dus ga doen. Ik ga ze allebei gewoon een bekeuring geven. Dat lijkt me het beste. Issue a situation. Stop daarmee. Oké. En dan ga ik de touwtruck bellen om de auto's op te halen. Oké, dat kort nog een extra bekeuring voor het uitschelden van de ambtenaar in functie. Oké. Dan gaan we naar de volgende. Ik weet niet precies wie het was. En dat los ik gewoon dan zo wel op. Allebei een boete. En dan gewoon een... Gaan we wel zien. Nou. Jullie mogen vertrekken. Dag. Oké, dan gaan we even een touwtruck bellen. En dan komt hij de auto als het goed is ophalen. Het gaat natuurlijk wel zeker wat lang duren voordat hij komt. Oh, hij is helemaal daar. Nou, ik zal even dit stukje skippen voor jullie, want het anders gaat het te lang duren en dan ja. Als de touwtruck gearriveerd is, dan zie ik jullie weer terug. Oké, daar ben ik weer. Een van de touwtrucks is gearriveerd. Hè, na 5 minuten is één van de twee gearriveerd. Oké, die is meegenomen. En dat betekent dat de andere ook nog moet komen, maar ik weet echt niet waar die blijft. Even kijken waar die is. Oh, er zit een of andere hele toerterrein of zo. Dus ik ben zo weer terug. I forgot to change my name. Oh, waar gaat u heen? Doet uw auto het gewoon. What the fuck? Oké, what the fuck was dat? Opeens stapt ze random in een auto die het eerst niet eens deed. En is gewoon weggegaan. Wow. Nou, de auto is gevlucht. Ondertussen kunnen we wel... Oh ja, de nearby roads openen. En dan gaan we weer op patrol. Kijken of we nog een call krijgen. Oh. Assistance needed. An ambulance call. Requesting escort. In Morningwood. Alweer zo'n escort die die doet natuurlijk. Ach ja. Laten we gewoon even de highway afrijden. En kijken of we dan nog tegenkomen. Een black met 82. Oké, het ding tript hem weer. Black Manana. Citizens report of possible 148 on Del Perro Freeway. An illegal street racing. Oké. Laten we daar even met prio 1 ter plaatse gaan. Kijken. Assistance needed on Del Perro Freeway. Units respond code 3. Oké, we hebben er eentje.
Als die even gaat liggen. Oké, dan vragen we even om een local air support unit. We've got units requesting helicopter support. Over. Pacific Bluff. Eagle 4, we're on it. Oké. Dan gaan we deze even handcluffen. Zodat hij mee kan. Oké, waar de fuck komt dat geluid vandaan? Oké, what the fuck was dat? What the fuck gebeurde daar dan? Opeens zie ik een helikopter naar beneden vallen. Oké. Dat zag er echt heel raar uit. Oké, stap in. Get in the car and don't try anything. Goed zo. Maar what the fuck gebeurde daar? Ik was bezig met hem in de auto te krijgen en opeens, boom, er valt een helikopter naar beneden. Oké. Laten we maar hem naar het politiebureau brengen. Even kijken, waar kunnen we hem heen brengen? Even kijken, waar hier is hier ergens een jail? Op het politiebureau. Maar er staat ook dat hier een jail is, maar ik weet niet zeker. We gaan gewoon even kijken. Kijk, dan moeten we hier af. Gewoon even prior 2. Of nee, ga gewoon prior 3 naar naartoe. Mijn auto is een beetje kapot, maar ja. Niet erg. Maar ja, ik weet niet wat de fuck daar gebeurde. Of dat. Ik vroeg gewoon om een local air unit. En die viel gewoon letterlijk uit de lucht. Of hij is uit de lucht geschoten door de verdachte. Of ja, de verdachte zit daar nog. Dus als we deze nou even snel afleveren. Kunnen we de verdachte misschien ook nog. Die was toch altijd een Jill? Zal wel. Dan gaan we hem. Hier brengen dan maar. Nou ja. Weet je wat? We brengen hem gewoon hierheen. Omdat ik hier gewoon heet dat jail icoon zie staan. Dan heeft de verdachte even pech. Nee, we moeten even nog even uit. Maar ja, als jullie meer willen zien van deze serie. Moet jullie gewoon even in de reacties neerzetten. Zo van meer LSPD of R. En dan zou ik dat zeker voor jullie gaan doen. En ik ben sinds een lange tijd wel gewoon weer begonnen met mijn kanaal. En dan kunnen jullie gewoon meer video's van mij gaan verwachten. Gewoon met andere en meer games en zo. Ik rij even nu even een beetje door rood, want anders duurt het wel een poosje. En de politie mag dat, dus. Dus ik ben gewoon van plan om gewoon meer content aan jullie te gaan bieden uit verschillende games en verschillende episodes, series, whatever. Gewoon, er komt gewoon veel meer aan. Ik had gewoon een hele lange tijd niet meer geüpload, zoals jullie het misschien al hadden gezien. En ja, dat wil ik gewoon weer gaan veranderen. Ik wil gewoon weer minimaal 1 keer per week gaan uploaden. En als het meer kan, gewoon meer. Dus dat hoop ik dan. Oh, even tussendoor. Oh. Dus dat hoop ik dan gewoon te kunnen bieden. Even kijken hoor. We zijn nu bijna op Los Santos International Airport. Ook tussendoor.
Even kijken. Ik heb geen zin om helemaal een rondje te gaan rijden, dus dan doen we het zo. Zo. Oké, dan is hier als het goed is de prison. Zo, staan we stil. En als het goed is, wordt hij nu eruit geteleporteerd. Als het goed is. Ja. Nou ja, bij sommige prisons dan kan je hem er zelf eruit halen en hem zelf in een jail stoppen. Dat is ook wel gaaf gedaan, vind ik, aan LSPDFR. Dat is zeker gaaf. Maar voor nu wil ik het hierbij laten, dus vonden jullie het een leuke video, doe dan een blauw duimpje omhoog. Willen jullie nog meer zien van deze serie, zet het in de reacties neer en dan zal ik het voor jullie gaan regelen. Nu wil ik alleen zeggen, heb nog een fijne dag en jullie zullen nog veel van mij gaan zien, jongens. Tot de volgende keer bij een nieuwe video, later.